De Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft 3 boeken uitgebracht over de erfenis van de slavernij en contractarbeiders. Gisteravond zijn de boeken gepresenteerd in de University Guesthouse. Het eerste boek handelt over de sociale aspecten van gezondheid en ziekten in de koloniale en postkoloniale periode, met bijdragen over gezondheidszorg bij de slaven, de marons en contractarbeiders. Het tweede boek gaat over vrouwen, gender en de erfenis van slavernij en contractarbeid. Het laatste boek geeft informatie over het collectief geheugen, identiteit en de erfenissen van slavernij en contractarbeid. De universiteit, met name de faculteit der Humaniora, organiseert bij elk lustrumjaar van de Hindoestaanse emigratie, afschaffing van de slavernij en Chinese emigratie een internationale conferentie. De laatste editie was in het jaar 2018. Historicus Maurits Hassankan vertelt dat deze 3 boeken voortvloeien uit de conferentie Legacy of Slavery and Indentured Labor, die in juni 2018 is gehouden. Hassankan geeft aan dat de boeken eerder gepubliceerd zouden worden. Echter hebben ze 2 jaar vertraging ervaren vanwege de COVID-19-pandemie. Niet alleen hier, maar ook in India, want die boeken zijn in India uitgegeven. We hebben samenwerking met een Indiase uitgeverij. En we zijn nu zover. In 2020 is het eerste deel verschenen, 2021 eentje en in een paar maanden geleden derde. Op dit moment liggen nog 5 boeken bij de uitgever in processing. En ik hoop dat we binnen een paar maanden die 5 ook gereed hebben, zodat we bij de komende conferentie in juni, want dan gaan we weer een herdenking hebben, dat we tijdens die conferentie dan voor een groot publiek de andere boeken gaan presenteren. En wat we nu gaan doen is met heel veel trots, want dit brengt onze eigen universiteit ook in de picture, internationaal. Want die boeken zijn in het Engels geschreven voor een internationaal publiek. En we hebben ook ervoor gezorgd dat er redelijk voldoende Surinaamse wetenschappers daarin ook voorkomen. Hassankan geeft verder aan dat in de nog te publiceren boeken belangrijke maatschappelijke en actuele onderwerpen zijn onderzocht en in bepaalde opzichten ook zijn vergeleken met de inzichten van andere landen. Over etniciteit zijn er 2 volumes. We hebben over godsdienst, we hebben over identiteit, over diaspora en ontwikkeling. Dat is een heel belangrijk onderwerp. Hoe gaan verschillende landen om met het vraagstuk van diaspora? Op welke wijze proberen ze de diaspora te betrekken in de ontwikkeling van het land? En wat kunnen we van elkaar leren? Dat was een heel actueel onderwerp. Daarover is er een hele volume. Ik ken ze nu niet allemaal. Gaat eentje zijn over geschiedschrijving, over slavernij en contractarbeid. Ik denk dat dat ook van belang is. Hoe heeft men in de loop der tijden over slavernij en contractarbeid geschreven? En dan hebben we nog eentje over infrastructuur. Maar dan gaat het niet alleen maar over bruggen en wegen, maar de invloed op de samenleving. In totaal zijn 14 Surinaamse wetenschappers betrokken bij het schrijven van de artikelen in de 3 genoemde werken. In de internationale redactieteams hebben ook Surinamers zitting en het geheel is gecoördineerd door Maurits Hassankan, die tevens coördinator was van de conferentie in 2018. De presentatie van de boeken is gedaan door de historicus Jeroen Egger en de literatuurwetenschapper Hilde Neus, die werkzaam zijn aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.